guys, het is inmiddels zaterdag en... Oh nee, ik denk dat het dezelfde video door is, maar het is natuurlijk weer een nieuwe video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is zaterdag en ik ben aan het ontbijt aan het maken. Ei, en ik lust geen ei. En vandaag gaan we een kerstboom halen, of zometeen al. Dus dat is heel erg leuk. Dus dat vandaar dat ik jullie meeneem vandaag. En ik laat jullie zometeen wel even het ontbijt verder zien, want ik heb ook een kerststol. Zo lekker. Zo. Oké, mensen. Inmiddels is de beste persoon van de wereld er. Mijn moeder! Jezus, drie vlogs achter elkaar, mama ben je er. Het is wat. Hadden we nou. Love you. En we gaan een Christmas tree halen. Oh ja, dat heb ik jullie helemaal niet verteld. Want ik had alleen maar gevlogd van ik ga ontbijt maken. Wacht, doe even dit geluid. Oh, kijk, ik wil niet een excuusje. Ik heb vannacht, had ik weer, as freaking usual, gewoon heel erg last van mijn schouders, rug en zo. En toen ging Zico een kruik voor me maken. En dat was super lekker. Maar op een gegeven moment heb ik gewoon die kruik naar voren gelegd. En ben ik ermee in slaap gevallen. Dus heb ik mijn borst verbrand. En mijn armen. En ik heb nu dus lange mouwen, maar expres even een brede trui gepakt. Want het is zo pijnlijk. Wacht, ik ga je het even laten zien. Belachelijk dit, hè? Ja, ik moet er een keertje even inpakken, hè? Kijk. Hier zit sowieso echt een hele vieze blaar. Die wil ik echt het liefst doorprikken. Maar dat mag ik niet. En hier zitten allemaal nog brandplekken. En aan deze kant ook. Au, oh, ik zag mijn fucking nagel erin, jongens. Hou zo met je popping. Daar heb je wel gelijk in, mama. En mijn borst dus ook. Dus dat was wel echt pijnlijk. Oké, ze zijn allemaal te klein, vind ik. Maar daar liggen allemaal nog ingepakte. Maar ik wil wel een grote. Oké, we waren dus bij de Praxis. En de bomen waren allemaal een beetje matig en heel erg dun en zo. Wel groot genoeg, maar... Wow. Mijn moeder maakt niet geen beweging. Kerstbomen kijken. Vind je die er leuk uitzien? Nee. Maar wel een ik vind die ene brede, die dikke. Ja, ik wil een dikke, ja! Ik ga eruit. Go get him. Hier zit de kringloopwinkel, die is leuk joh. Kijk, deze boom. Die is knijterlang. Echt knijterlang. Die heb ik net gekocht en die komen ze even brengen, want het past niet in de auto. Zo lang is de boom! Kost je wel 50 euro zo'n boom. Maar echt super blij. Ik ben echt zo. Ik ben altijd echt. Oh, ik moet mijn gordel omdoen. Ik ben altijd echt een doos als ze mijn kerstboom betreft. Je hebt nog nooit zo snel een kerstboom gekocht. Nee, ik heb nog nooit zo snel een kerstboom. Dat klopt zeker. Hier, vraag je of ze je pas hebben gevonden. Hij is al geblokkeerd, lieverd. Heb je mijn pas gevonden? Ja, oké, nou gooi me weg. Bedankt. Ja. Ik heb mijn pinpas kwijt. Ik heb nog niet gedoucht, jongens. Ik ga zo even lekker douchen. Ja, nou, ik ben hartstikke druk bezig geweest. Ik heb jou een bad gestopt, schat. Ik heb jouw bezoek heb ik iets gegeven en geëntertained. Jouw bezoek, want we hadden een logé. Vond ik iets eerder slapen, schat? Ja, het is 5:30 geworden vannacht. Half zes. Maar laten we dan thuis. Ja, dat is al eerder thuis, toch? We waren gewoon allemaal thuis. We waren met z'n drieën gewoon nog verder. Ik was niet meer uit geweest gisteren. Gas op die lolly, mama. Goed zo. Hey guys, nu ik dus die links... Gea. Ja, Gea. Wat zei die? Ik luisterde niet. Nee, ik ook niet. Ja, 2-1, schat. Ja. Maar ik ga dus de kerstboom gaan we dus neerzetten. Die wordt over een half uurtje gebracht, wat echt super chill is. Daar staat Chico. Dan is Chico. Chico. Chico is onze hond. Maar ik heb ook allemaal posters binnengekregen en een kortingscode voor jullie. En ik ga dus even een paar dingen in mijn huis veranderen. Dus dat gaan jullie allemaal zo meteen even zien. Je kan niet naar rechts eigenlijk, mama. Dat is afgezet. Ze staan er nog steeds. Ja, maar ze staan er... Voordat we begonnen met kerstbomen zoeken, stonden ze. Zo, zag je dat? Nee. Schat, je kan er ook gewoon naast gaan staan. Ga je ernaast liggen? Nee, dat red je niet eens. Hij staat hier. Kut. Hij is echt mega groot. Echt mega. Kijk hoe blij ze is met een boom. Vind je het leuk?
alsof ze antwoord gaat geven. Maar ze zit echt als een eekhoorn. Cutie! Oké, het is echt één knijtergrote boom natuurlijk. Dus je moet even kijken of dit al kan. Gadverdamme. Ik had dit ding buiten laten staan. Gewoon forever. Gaat het lukken? Skis pas op. Zit er nog wel niet? Ja. Ja, hij is nu Chelsea. Ja. Hij krast hem nog. Oké, ik heb heel eventjes een deel van de bovenkant eraf gechopt. Want dan komt natuurlijk die piek op, anders past die piek niet. De piek paast niet. En nu gaan we weer poging 2 om hem omhoog te knallen. Ja. Okay, en nu gaan we full real, hè? Ja, nu gaan we. Full throttle gewoon. Het gaat zowel doen als hij staat. Ja, dat mag. Oké. Nu trek ik even aan de handdoek zodat hij naar voren kan. Gaat het ding het wel houden? Deze boom is denk ik gewoon veel te zwaar en te groot. Ja, verschrikkelijk groot, ja. Oh, dat is wel een issue. Kijken. We gaan even kijken, schat. Oh, dit gaat fixen. Schat, we moeten kerstmuziek aanzetten. Ja, ik was onderweg. Maar ik zit momenteel met een boom. Oh, oké. Ik laat de boom even los. Nee, nee. Niet doen. Grapje. Niet doen, het zit eronder. Grapje. De volgende keer doen we dit als ik niet de dag ervoor om 4:30 in mijn bed lig. Je lag 5:30 in je bed. 5:30 in mijn bed, moet je nagaan. Ik kan niet bij mijn thee, dat is echt wel een probleem. Ja, wat ook een probleem is, is... Hey schat, kan je wat voor me doen? Ja, de thee pakken zeker. Ja, dat mag ook. Muziek aan. Hou vast, hè. Ga je boombox pakken? Ja hoor. Oké, jongens, we nemen verzoeknummertjes aan. Wat willen jullie? Oh, ze willen All I Want For Christmas. Oké, jongens, mijn camera was uitgevallen. Ah! Ik heb iets gedaan. Oh, ze hebben de knop al. Oh. My distance, I just wanna catch my eye. Ik ken de tekst niet zo goed. I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Wat is dit voor stom nummer? Weet je wat, ik heb gewoon kerst niet aan. Oh, ik kan erbij. Oh my god, ik heb hem los. Heb je hem los? Ja. Hij staat echt knijterscheef. Ja, goed. Misschien staat hij dan. Ik ben het rijden. Auw, ketsel. Volgens mij is mijn dingetje geknapt. Je wat? Mijn klaar. Oh, fuck. Oh. Oh nee, hij is er nog. Kom eens hier staan dan. Ja, ik zie het niet heel erg. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Maar de boom is niet helemaal recht, maar wij vinden het wel aan het... De boom is... Hij is gewoon goed. Hij is gewoon goed. Maar kijk, we moeten hem eigenlijk gewoon een dagje even laten staan. Dat eventjes de takken een beetje kunnen inzakken allemaal. En daarna gaan we hem pas versieren. Dus deze vlog is de kerstboom halen. En morgen dan versieren. Maar wat ik nu wel leuk vind om te laten zien is, zijn de posters die ik van Decennio heb gekregen. I'll show you. Oké, first off heb ik allemaal lijsten. Vind je dat leuk? Hij gaat me snappen of zo. Hij ligt trouwens op de bank, want hij is een beetje een mietje. Grapje, schat. Hij is niet zo lekker. Jawel hoor, maar hij voelt zich niet zo lekker. Maar dus, allemaal van die lijsten heb ik. En hier in deze koker zitten allemaal posters. Maar ik heb al één poster en lijst van Decennio al een hele tijd in mijn kamer staan. Ik krijg altijd vragen. En dat is deze. Oh, deze! Super groot, super mooi. En deze staat nu nog hierboven op de kast. Maar die wil ik dus daar op de muur knallen. Maar zal dat leuk zijn? Ik moet even mijn advies geven. Want ik moet nog een tv aanschaffen. Die komt dan daar te staan. En dan de poster, zeg maar, wil ik een beetje hier hangen. Maar dat is dus een beetje tussen mijn tafel en tv-meubel in. Dus hier zo. Om het een beetje te breken of zo. Dat vond ik wel leuk. Top! Ik ga even de posters zien. Want ik heb deze posters ook helemaal niet gezien nog. Kijk, hij is dicht. Ik had alleen die Amsterdam poster er even uitgerukt. En ik had al een tijd geleden een keer posters gekregen.
van Decenio. Nu heb ik dus weer die posters gekregen. Dus dat jullie het weten. Dat ik gesponsord word door ze. Maar ik heb dus al op mijn slaapkamer heb ik al twee posters. En die wilde ik heel graag vervangen. En ik heb op mijn kantoor. Maar op mijn kantoor weet ik nog even niet hoe ik dat ga doen. Dus heb ik ook weer even jullie advies nodig. Maar kom, we gaan even kijken welke... Kom. We gaan even kijken welke posters ik heb. Deze. Stay Weird. En dat is dan een roze... achtergrondje met rode letters en best wel een leuke font. Hier staat op Wanderlust. En dat is natuurlijk dat je zeg maar, de lust hebt om te reizen. A strong desire for or impulse to wander or travel to explore the world. Ik zit nog aan die boom te kijken. Hij staat toch gewoon pittig scheef. Ik heb deze. Op zo'n letterbord manier, hoe heet dat zo'n letterbord ook weer? Maar in ieder geval zo, want je kan het al een beetje zien. En daar staat op, life is tough my darling, but so are you. Is toch wel leuk, hè? Ja, ze hebben echt... toen ik dit ging bestellen, want ik heb dan een bepaald bedrag gekregen waar ik voor moest bestellen. En nou man, ik was echt zo lang bezig. Want ik wilde wel wat bijbetalen, heb ik ook gedaan. Maar ik wilde niet te veel bijbetalen, zo'n beetje gek zijn. Maar oké. Hier staat op, black is my happy color. Ik vind deze niet zo leuk meer. Nee. Hij zit ook echt zo. Ik voel me helemaal niet. Nee, ik vind deze niet zo leuk. Wie wil deze hebben? Dat is wel een leuke. Laat in de comments even weten of je deze wil hebben. Dan ga ik hem naar je opsturen. Het is een echte Decenio poster. Oh, ik heb trouwens een kortingscode volgens mij voor jullie. Ja, ik heb ook nog een kortingscode. Oké, hier in beeld zien jullie nu de kortingscode. Met die code heb je... Ik denk 15% korting, 20% staat ook in beeld nu. Ik krijg trouwens geen geld ofzo als jullie bestellen met die code, dus don't worry. Maar je kan vanaf vandaag zondag tot en met donderdag die code maar gebruiken. Dus best wel kort, heb ik ook als het goed is, stond het nu in beeld. Maar best wel korte periode, maar het is bijna kerst. Dus maak even een leuke bestelling. Ik heb hier nog een tekstje en deze poster is wel leuk, want die is overdwars. En hier staat op, just in case no one told you today. Hello, good morning, you're doing great, I believe in you and nice butt. Die was erg leuk, toch? Ja, die is wel leuk. En deze? Hoe epic is deze? Met een mooie roze kleur. De chick met de middelvinger. En ze heeft een tattoo. Oh, 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 oh. Die vind ik gewoon super stoer. Deze is ook mooi. Beetje een kleurtje erin, hè? Kijk, hier. Hetzelfde idee. Plans on pink. Is toch vet mooi? Ik hoopte alleen dat ze mooi waren bij elkaar. Want online leek het een beetje zo, maar het is niet mooi. Maar maakt niet uit. Kun je goed afwisselen. Dat is ook chill, die posters. Deze is ook leuk, schat. Hier gaan we allemaal naartoe. Amsterdam, Berlijn, New York, Parijs, Londen, Barcelona, Tokio, Stockholm en Milano. Waar beginnen we mee? Waar wil je naartoe als eerst? Milano, hè? Ja. Zullen we dat plannen zo? Ja, is goed. Hoe echt, hè? Ja, ik ook. Nou, Milano, je bent nooit in Italië geweest en dat moet even heel gauw veranderen. Om het even rectificeren. Hoe kan je nou in vredesnaam daten met een pizzabakker en je bent nog nooit in Italië geweest? Ja, Siki is een pizzabakkerd. Ja, een hele goeie. Ja. Onder andere is hij dat trouwens. Je moest nog bellen, hè, voor Rotterdam. Maar hoe vet is deze? Dit is de aarde. En er staat ook onder Earth. Kijk dan, deze is vet mooi. Ja, ja, maar dit liet je nog zien. Oh, sorry. Ik vind hem gewoon heel mooi. Ze zijn ook al vet. Nee, ik zijn niet vet. Yeah. Deze vind ik leuk voor in de slaapkamer. Naast deze. Kijk, dit is de maan. En de maan is Lune. Okay. Dus dat is vet leuk. Dus dat zijn alle posters. En ik ga ze nu even erin doen. Behalve bijvoorbeeld de maan en de Earth. Want die ga ik even vervangen. Oké, ik ga nu even laten zien welke posters ik al heb. Dan ga ik off camera het even indelen in de posters, in de lijsten doen. En dan gaan we weer even verder koekeloeren met elkaar. Kijk, op deze plankjes heb ik deze. Vind ik ook echt nog steeds heel erg leuk. Gewoon super simpel. Hier staat een andere. Ook vet mooi. Vind ik nog steeds heel mooi. En ik heb hier in de keuken heb ik een lijstje met cocktails. En Bon Appetit. Die vind ik heel erg leuk. En ook nog weer een beetje advies. Zeg maar boven de radiator. Ja. Zou ik een plankje eigenlijk willen of zo. Ah. Iets hier. Hier zo. Is wel leuk, ja. Ja, toch? Ja. En dan wil ik daar bijvoorbeeld een kookboek en nog een kookboek op een mooie bladzijde open hebben staan. Ja, dat doe ik zo vaak. Dat is wel leuk. Of gewoon iets. Buren daar al. Ik kijk iedere keer weer naar binnen. Zo leuk gewoon. Ja, of zo'n... Je kan ook zo'n letterbak maken. Dat is ook wel vet. Een letterbak? Ja. Wat bedoel je?
een letterbak, zeg maar, zo'n bak aan de wand met allemaal vakjes erin. Mm-hmm. Daar kan ik dingen zetten. Dat is ook wel fijn. Ja, maar dat is super irritant met schoonmaken. Dat is iets waar jij niet aan denkt, omdat jij het niet doet. Ik denk er wel aan. Maar ik wil gewoon zo'n plank. Maar wat die buren dus hebben, die hebben gewoon echt zo'n... Ja? Zo'n... Zullen we alles even naartoe, even kijken hoe het eruit ziet? Ja? Boven heb ik dus op mijn slaapkamer nog een paar van die... dingetjes. Wacht, mijn gordijnen zijn nog dicht hier. Kijk, ik heb deze hier aan de wand, maar ik wist niet toen ik dit net bestelde dat hier een witte rand omheen zat en daar niet. Gewoon totaal niet op gelet. Dus eigenlijk irriteer ik me altijd er al aan en ik vind ze heel erg leuk, maar niet voor de slaapkamer eigenlijk. Dus dan vind ik die maan en de wereld, earth, vind ik vetter. Dus deze ga ik even vervangen. En op mijn kantoor heb ik dit hangen. En ja, dit is op het moment een troep, maar hier stond mijn iMac en nog van alles en nu had ik gewoon een beetje... dingen erop gelegd, omdat ik de laatste tijd niet echt hier zit. Het is super koud namelijk hier. Maar ik wil dus eigenlijk hier zo midden mijn iMac en dan al die posters er zo omheen. Dus ook die, dat die allemaal een beetje opschuiven. Zo er allemaal omheen. Vet mooi. Maar dan moet ik dus allemaal nog eventjes kijken. Kijk, ze zitten in de lijsten. Super vet zien ze eruit, man. Met zilveren lijsten is echt super mooi. Ze hebben trouwens ook zwarte lijsten, witte lijsten, gouden lijsten. Dus whatever you like. Maar... wat super mooi, die maan. I love it. Oké, alle posters zijn in hun lijst. Top, 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 top. Kijk, ik heb ze allemaal. En mocht je je trouwens afvragen waar ik deze een beetje wil doen, of deze, die wil ik in mijn kleedkamer doen. Maar dan moet ik ook nog een plank voor kopen. Dus binnenkort ga ik er hier nog wel verder mee. Deze wil ik ook hier niet. Kijk, deze twee zocht ik. Earth. En de maan, die komen nu in mijn slaapkamer. Dus die ga ik even ophangen. Kijk, deze hangen nu hier in mijn slaapkamer dus. Staat veel mooier. Want hier zit ook een beetje blauwig in, donkerblauw. Past goed bij mijn muur. Dus de earth en de maan. Zal ik ze zo doen of andersom? Zo toch? Kijk hoe mooi die maan is trouwens. Echt mooi. Oké, en met de rest van de posters ga ik even een andere dag mee aan de slag. Want ik moet nu douchen, aankleden en naar een restaurant. Want ik heb een etentje met familie. Dus ik zie jullie daar denk ik weer, want ik heb echt no time. Trouwens, we zitten al de hele tijd in het restaurant. Hi. Het is heel gezellig. En we zitten gewoon met eigenlijk allen met mijn broers, vriendin, Zico, mijn vader, mijn moeder, mijn opa en mijn oma dus. En het is heel gezellig. En ik zit mij te voelen. Ja, ik ook. Maar het is heel leuk. Ja, ze hebben eerst maar een beetje gewoon all you can eat, bokken en sushi en allemaal lekkere dingen. Ja, dus, we moeten zo meteen een toetje buffet. Ja, we gaan zo een toetje buffet doen. Ze hebben echt poffertjes, wafeltjes, sorry, cake. Ja, chocoladefontein, echt van alles. Ja, fontein. IJs, pistache, rozijnen, chocola, vanille. Ja, zie ik en ik hebben net gekeken. Oké. Heb jij helemaal leuk? Ja, klopt. Ik heb het wel naar mijn zin hoor. Het is 10:55 en het sneeuwt. Koud. Oké, we zijn thuis en het is super koud. En het eerste wat ik zie is echt één megaboom. Gewoon echt, mijn halve woonkamer is weg. Het is wel echt een knijtergrote boom. Ik wil nog ietsjes naar achter gaan doen. Oh, maar we zijn dus thuis en ik heb het super koud. Oh, dank je. Er wordt thee gezet. En dit was alweer de vlog van deze dag, van de zaterdag. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vinden. Ik heb als het goed is nog wat shots ingemonteerd van de posters. Ik heb heel erg even jullie hulp nodig wat ik moet doen. En met die plank in de keuken, laat het zeker eventjes weten. Vergeet ook niet even de kortingscode van Decennio te gebruiken. Ik heb alles nog even in de beschrijving staan. Mocht je iets willen nalezen, zeker eventjes doen. En tot morgen. Doei!